Dit is Best in 60 seconden. Het is dinsdagnacht opnieuw onrustig geweest in de Haagse Schilderswijk. Er zijn brandjes gesticht en er waren enkele opstootjes. Toch was het beeld volgens de politie wel anders dan maandagavond. Toen liep een demonstratie vanwege de dood van de Arubaan Mitch Henriques, die overleed nadat hij was opgepakt, uit op rellen. De VVD in Leidschendam-Voorburg heeft erkend dat de eigen wethouders in het verleden fouten hebben gemaakt bij het bouwproject de Duivenvoorde-corridor. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens een debat over de resultaten van een raadsenquête naar het mislukken van het project. Openluchtzwembad De Vuut in Reeuwijk is gered. De gemeente vindt het goed dat inwoners van Reeuwijk het bad zelf gaan exploiteren. Zelf heeft de gemeente er geen geld meer voor. In mei kondigde de gemeente aan dat het zwembad te duur was om open te houden en dat het per 1 januari 2016 zou moeten sluiten. Maandagavond zijn er in de Haagse wijk Laak ruim 400 ondernemers bijeengekomen voor de iftar. Zo heet de maaltijd die tijdens de Ramadan door moslims gegeten wordt, direct na zonsondergang. Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, maar ook Nederlandse ondernemers schuiven aan in de RAC-hallen. En tot zover West in 60 seconden.